Ziederheid Sunneken ook nog zullen vullen vandaag gedacht hebben. Want gisteren had ik eigenlijk in de weerbericht erover dat het vandaag toch de bewolking de overhand zal hebben. Maar het viel dus nog een beetje met. En de temperatuur viel ook nog met. Afgelopen nacht was het dan een graad of 5. Het is op de meeste plaatsen droog gebleven. Vanmorgen, of in de ochtend moet ik zeggen, trokken wat lichte beutjes over. In de middag was het wat droger. En met een matige wind werd het dan een graad of 7. Helemaal niet zo'n gekke dag, want voor het gevoel was het ook nog wel een beetje aan de zachte kant. Maar er komt ineens een hele verandering in. Maar we kijken eerst nog even naar de foto. Want de foto's, ja, ook met wat opklaring erbij, is mooi om te zien. Wil je ook een foto opsturen, dan kan op foto@gerritsweerpraat.nl. In de avond hebben we te maken met wat regen dat vanuit het noorden naar het zuiden trekt over de provincie. Maar tevens draait de wind ook naar noordoostelijke richtingen en daarmee komt dan ook koudere lucht naar ons toe. Misschien dat de laatste neerslag ook nog wat natte sneeuw bij kan zitten. De weg werd nat en dat betekent ook dat het glad kan worden, want de komende nacht hebben we te maken met temperaturen van min 2 tot misschien wel min 4 graden. En dan is het ineens heel ander weer. Er zijn wolkenvelden, maar ook flinke opklaringen. En morgen dan zitten we ook met toch wel behoorlijk wat andere weertypen dan we de laatste dagen gewend waren. Want het is een stuk frisser. Temperaturen van 1 tot 2 graden in de plus. Wolkenvelden wat zonder bij. Maar het enige verder erbij is wel dat er heel weinig wind is. En dat maakt de overgang naar het koldere weer toch wat aangenamer. Vandaag staan we hier aan de Didamse Wetering, een beetje op de scheiding van de gemeente Montferland en de gemeente Zevenaar, aan de kleine Veldstraat. Ja, en het is nog gewaterd, het is nog lekker vloeibaar, maar dat zal de komende dagen toch langzamerhand wel gewoon veranderen. En ik denk dat dit water ook wel dicht gaat vriezen, want de temperaturen gaan toch aardig onderuit. In het weekend hebben we door al mee te maken. De eerste nacht was dus de aankomende nacht, maar in het weekend ook temperaturen van 2 tot 4 graden onder het vriespunt en zelfs misschien nog wel iets meer. En ook overdag, zaterdag zal het nog net het kwik net wel aan het vriespunt uitkomen, maar zondag dan zitten we er zo rond het vriespunt. Het voordeel is wel dat er met die oostelijke wind die dan naar ons toe komt, toch ook wat droge lucht is en de zon die ook wat vaker zal gewoon schijnen. En daardoor is het toch allemaal wat vrolijker dan de afgelopen tijd. Ja, het hoge drukgebied boven Scandinavië, een lage drukgebied ten zuiden van ons, boven Frankrijk. Die zorgt ook na het weekend voor een oostelijke stroming. En dan blijft het ook voorlopig nog eventjes aan de koude kant. Temperaturen tot min 5. Ik heb elke dag maar een beetje tot min 5 ingevuld. En overdag min 1 graad. Het zal iets kunnen verschillen, maar heel veel zal er niet in zitten. De wind die is over het algemeen zwak tot matig uit oostelijke richtingen. En neerslagkansen die bunt heel erg klein. Er kan wat sneeuw vallen in Nederland, maar dan is dat meer in de zuidelijke helft. Hoe het helemaal verder gaat met het weer, morgen is er weer een weerpraat. Goed gaan.